Breda Nu. Breda in Beweging wordt mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Goeiedag, ik ben Jort. De kans is groot dat u deze weken meer thuis zit dan gebruikelijk en minder beweegt. Het is bekend dat op het moment dat we minder bewegen, onze spierkracht en conditie sneller achteruit gaan. En daarom is het van belang om nu in beweging te komen. Wij gaan u daarbij helpen door u dagelijks een beweegprogramma aan te bieden. Dit programma zullen wij u laten zien vanaf 11 uur, meerdere keren op een dag. Gaan de oefeningen niet zoals het moet of vindt u ze moeilijk? Dat maakt niet uit. Doe gewoon wat u kunt. Ga er niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Heel veel succes en vooral veel plezier. Oké, welkom bij beweegmoment 2. Vandaag gaan we beginnen met een warming-up. Ik heb aan deze kant heb ik Julia voor de makkelijkere versie. En aan deze kant heb ik Megan. Die is de uitdagende versie. We beginnen zo meteen met de warming-up. Vervolgens hebben we een oefening alleen maar voor de benen. En daarna hebben we een cooling down. Dus laten we zo meteen weer beginnen met de warming-up. Alles doen we 30 seconden. Dus kom maar, beginnen we met de knieën. Dus goed je armen mee bewegen. Nog 20 seconden. En zoals in de vorige keer gaan we altijd weer terug naar stappen op de plaats als het rust is. We moeten nog 10 seconden. Hou vol. Goed die knieën omhoog. Goed, goed, goed. 3, 2, 1. En rust. Stappen op de plaats. Volgende oefening. De volgende warming-up is hakken billen. Dus we trekken zo meteen de hakken naar de billen. 3, 2, 1. En start de maag. Hakken naar de billen. Goed. Denk eraan dat u dit op uw eigen tempo doet. Als iets niet gaat. 20 seconden nog. Goed. Hou vol. Zijn op de helft. Tjus. Nog 10. Keurig. We zijn er bijna. Nog 5. 3. 2. 1. En stap op de plaats. Zorg daarbij dat u ademhaling controleert. Volgende oefening voor de warming-up is de jumping jack. Dus dat wordt deze. 3. 2. 1. En doe maar mee. Je zult dan merken dat u wat moeilijker gaat ademen. Geen probleem. 15 seconden nog. Hou vol. Keurig. Laatste 10. Hou vol. Keurig. 5. Kwaad. 3. 2. 1. En weer stappen op de plaats. Doen we dit rondje nog een keer. Dus we beginnen zo meteen met het knieën heffen. Even rust. 3, 2, 1. En start er maar weer. Knieën mogen nu wat hoger. Goed. Yes. 20 seconden nog. Goed, hou vol. 15 seconden. We zijn op de helft. Terug. 10 seconden. Hou vol, hou vol. Nog 5, kom aan. 3, 2, 1. En rust. Stap op de plaats. Als je merkt dat die rust, de actieve rust, te zwaar wordt, dan pakken we even gewoon je rust met stilstaan. De volgende oefening is weer hakken billen. Kom maar. 3, 2, 1. En start maar. 30 seconden. Keurig. Nou weer 20 seconden op weg. Netjes. En we zitten op de helft. Keurig. Hou vol. Nog 10. Kom op, kom. Goed. Hou vol. 5. 3. 2. 1. En weer op de plek. De laatste oefening voor de warming-up is zo meteen weer de jumping jack. Over 3, 2, 1 en start de waag. Keurig.
goed. Havel. 20 seconden, zijn we onderweg. Keurig. Havel. Kwaan. Zijn op de helft. Zijn er bijna. 10. Kwaan, kwaan. Goed. Just op 5. Kom op. 3, 2, 1. En rust. De volgende oefening gaan we de squat doen. Dus weer het zitten op de stoel. Op de moeilijkere versie. Met springen erbij. 3, 2, 1. En start maar. Keurig. Bepaal eigen tempo. Netjes. 20 seconden voorbij. Keurig. En we zijn op de helft. Kom op. Goed. 10 seconden. Netjes. Nog 5, 3, 2, 1 en weer op de plaats. Pak even rust. En de volgende oefening wordt eentje meer voor de benen. We gaan opzij stappen. Dus doet u maar na. 3, 2, 1 en stap. Keurig. We wisselen weer op de 15 seconden. Yes. Goed. Hou vol. Moeten we de been zakken. En wissel van kant. Rond. Tjes. Keurig. Zijn wij. Kwaak, kwaak, kwaak. Haal vol. Bijna. Goed. Volgende oefening is eentje voor de achterbenen en voor de rug. Je kunt eventueel een gewichtje gebruiken. En dan voor deze oefening. 3, 2, 1. En start maar. Mond toe en weer omhoog. En op een rechte rug, geen bolle rug, maar recht. Rotse houding. Keurig. Hou vol. 10 seconden nog, zijn er bijna. 3, 2, 1 en weer op de plaats. De volgende oefening is ook eentje voor de benen, alleen maar benen vandaag. Gaat er als volgt uitzien. Stap naar achter. En weer terug. 3, 2, 1. Start maar. Hold on. Dus de moeilijkere variant is echt met springen nog. En eventueel de makkelijke is met de stoel. Zorg erbij dat u handen niet gebruikt op de benen. Netjes naar beneden. Keurig. Hou vol. Zijn er bijna. 3, 2, 1. En weer op de plaats. Volgende oefening. Je kunt wel vast een matje pakken of iets waar je op kunt zitten. En dat wordt vervolgens deze oefening voor de buik. En start de buik. Dus we tikken zijwaarts aan. En als dit te moeilijk is, kunt u weer in de stoel. Hou vol. Blijf ademen. Zit op de helft. Kom maar, kom maar, kom maar. Zijn er bijna. Maar een paar seconden. Goed. 3, 2, 1. En komt u langzaam weer omhoog. Volgende oefening. Voor de veel. Dan gaat u zo meteen zo staan. En brengt u naar buiten. 3, 2, 1. En zijwaarts. Keurig, hou vol. Bijna wissel van kant. En wissel van kant. Zorg daarbij dat u niet helemaal uw been opengooit. Niet zo, maar gestrekt. Tjes. Hou vol. Goede oefening voor de pils. 3, 2, 1. En weer terug op de plek. Dan hebben we nog één oefening resterend. Dus ook eentje voor de pil. Wat we dadelijk weer gaan doen, is op de grond. En vervolgens uw been omhoog brengen. 3, 2, 1.
hou vol, bijna wisselen van kant. En wissel van zijde. Yes. Zorg daarbij dat u goed uw buikspieren aanspant. En de benen richting het plafond. 3, 2, 1. En rust. Komt u langzaam omhoog. Nu gaan we even een cooling down doen. Over 5 seconden. De eerste is een rondje te rijden met de heupen. Ja, en start maar. Goede grote rondes. Alles even los te gooien. Keurig. En kom weer op adem. Wissel van een kant. Andere kant de rondjes op. Goed. 10 seconden. Hou vol. 5 seconden. 3. 2, 1 en rust. Ga weer op de kant. Volgende oefening is het been optillen. Als dat lukt, bijzonder. Houd u vast. En kom maar. En wissel van been. Als dit te moeilijk is, kunt u eventueel ook zittend in de stoel doen. Of u kunt het gewoon staan op één been. Dus hou vol. Nog 10 seconden. Wissel van zijde. Keurig. 5 seconden. Eén keertje deze kant. En rustig. Gaan weer eventjes op de plaats. Rustiger dan anders. De volgende oefening. Om te stretchen van de gele rug. Is zometeen deze. Eens kijken. Hou maar vast. Langzaam omhoog. Ja, en je komt er maar. Twee keer vast en langzaam omhoog. Keurig. Daarbij ook een ademhaling. Goed. Zijn er bijna. Zorg erbij dat je knieën niet helemaal op slot zet. Kleine buikknieën. Keurig. 3, 2. En rust. Even op de plaats. Rustig aan. En de volgende is eentje voor de schouders. Te rekken. Dan pakt u met uw rechterhand. Pakt u uw hoofd vast. En trekt u wat zijwaarts. Houdt u even vast. Rustig. Op één kant. En rustig. Dan gaan we wisselen van hand. En dan trekt hem de andere kant op. Niet doorduwen, maar gewoon rustig. Hou even vast. En ontspannen. 3, 2, 1. En nog eventjes op de plaats. Rustig aan. Schud alles een beetje los. Vervolgens hebben we de laatste oefening. De laatste. Linda. Is helemaal uitstekend. Als je kunt, helemaal naar beneden. Let erop, langzaam. En weer terug. Even uittrekken. Keurig. En langzaam naar beneden. Yes. De ademhaling. En haal vol nog één keertje. Laatste. Breda en Beweging werd mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Breda Nu.